Ja, dat was mijn collega Joep van het Hek, die overigens zelf nog corona heeft gehad. Nadat hij daar een vrij pittige en luchtige eigenlijk column over had geschreven, lag hij zelf in het ziekenhuis. Inmiddels bij mij aan tafel aangeschoven Jan Hovers. Jij bent de directeur. Mag ik jij zeggen trouwens? Graag. Goed zo. Als ik het ook mag. Ja, nee, ik heb liever meneer Groenendijk gezegd. Nou, okay. Nee. Graag jij en je. Directeur van het Zaans Museum. Mm-hmm. Niet een museum, want meteen bij mij naar boven, als je denkt aan museum, denk je al heel gauw Rijksmuseum, Van Gogh. Maar dat is eigenlijk een gemeentemuseum. Het is een gemeentelijk museum, een regionaal museum inderdaad. Ja. Je hebt in Nederland geregistreerde musea, dus officiële musea hebben we er een stuk of 450. Ja. We zijn een van de dichtst museumdichte landen ter wereld. Ja. En naast die rijksgesubsidieerde musea, dus de in het oog springende musea, heb je een bond palet aan musea door het hele land. En het Zaans Museum, ja, nou, het staat voor de Zaanstreek. Ja, dus neem even mee. Je komt binnen in jouw museum. We hebben 6 locaties, maar de hoofdlocatie ligt bij de Zaanse Schans en gaat eigenlijk over het oudste industriegebied van Europa, de Zaanstreek, de machinekamer achter Amsterdam. En vertelt daar eigenlijk hoe dat hele Nederlandse keukenkastje gevuld is met producten uit die regio. Het vertelt wat over die streek, over de arbeidersbevolking daar, de industrialisatie. Wat het voornamelijk doet en wat natuurlijk voor heel veel regionale en gemeentelijke musea geldt, is dat het heel erg de eigen identiteit duidt. Dan kom je weer op het begrip cultuur. Wat is cultuur? Het gaat er vandaag en gisteren natuurlijk constant over van alsof dat een soort autonoom iets is wat buiten ons staat, waar je op kunt bezuinigen. Nee, terwijl het zit iets ontzettend verweven, het zit in ons DNA. Wij zijn cultuur natuurlijk. Ja. Weet je, alles wat wij niet als mensen zijn is natuur. Dat was er al voordat wij er waren. Ja. Maar alle afspraken die wij maken, bedoeld of onbedoeld, de dialecten, de taal, hetgeen wat jij aan hebt, wat hip is of wat dan ook, is cultuur. En het is heel belangrijk dat we die cultuur duiden, dat we daar verhalen over vertellen. En om te snappen waar we deel van uitmaken, hoe we ons tot elkaar verhouden. En wat je dus ziet is dat gemeentelijke en regionale musea met name in die lokale regionale samenlevingen die rol spelen. En daarbij zie je dat cultuur niet buiten die samenleving staat, maar eigenlijk het fundament is ook onder de sociale agenda en onder de economische agenda. Want ja, wat speelt er in een stad? Welke wijken heb je? Waar gaat het goed? Wat is de armoedebestrijding? Wat is de laaggeletterdheid? Wie zit? Dat soort aspecten die hebben allemaal te maken met de historie van een gebied. Hoe we ons tot elkaar verhouden. En juist daar moeten musea actief zijn om die samenleving een spiegel voor te houden. Om te begrijpen wie je bent. En wij moeten ook een platform bieden voor kunstenaars. Kunstenaars die ook die cultuur duiden. Kunnen exposeren. Maar die op de eerste plaats hun vinger leggen op wat is die cultuur tussen ons. Ja. En af en toe ook bevragen van, klopt die cultuur wel? En musea bieden een podium aan. Is die niet veranderd? Is die niet gekanteld, die cultuur? Ja, want de cultuur is altijd dynamisch. Wat wij 10 jaar geleden hip vonden, vinden we nou ouderwets. En nieuwkomers die weer assimileren met ons, dat geeft weer een nieuwe dynamiek. Die cultuur blijft altijd in beweging en die moet je altijd weer bevragen en altijd weer duiden. En ik vind dus in deze hele discussie lijkt het steeds van, nou, als we een probleem hebben in deze samenleving, is het eerste wat we opzij zetten, is het financieren van cultuur. Ja. Terwijl het is het fundament van alles. Nou, wat ik had het er gisteravond over met mensen die ook in de culturele sector zitten, bij ons op visite waren. Dat we vinden het heel belangrijk, de zakenwereld, dat Schiphol weer open gaat. En dat het toerisme weer op gang komt. En dan denk ik, ja, dat toerisme komt niet hier naartoe voor het Koraalrif in Bergen. Weet je, die gaan naar het museum toe. Die gaan, snap je, die gaan naar de Keukenhof, maar ook naar jouw museum. En ook naar het Van Gogh en ook naar het Rijks en naar Anne Frank en zo. Ja. Het alle toerisme. Wat hier komt, ik denk 99% komt voor de cultuur. Dat is zo. Dus daarmee geef je heel erg de economische waarde van cultuur aan. Hè? Op het moment dat er in een stad of in een regio. Nee, maar daar wordt zo'n waarde gehecht aan de economie. Ja. En dat moet er ook absoluut zijn. Maar het gaat samen. Die cultuur hangt in die economie. Ja, dat klopt. Maar wat ik wil aangeven in antwoord op wat je zegt, is dat cultuur dus ook een heel belangrijk aspect van de economische machinerie is. Dus wij zorgen voor ongelooflijk veel werkgelegenheid. Die hele toeristenindustrie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dan kan je wel weer de vraag stellen, dat duiden van wie we zijn en van die samenleving,
komt dat overeen met het toeristische beeld dat wij van Holland verkopen, ja, met klompen precies, kaas dat denk en lood? Nee, nee. Oké, ik denk wel dat het in tijden van corona en nu en dat we het allemaal moeilijk hebben, ook als museum, hè, we zijn gesloten en als we straks weer open gaan, is wij hebben onder invloed van een aantal regeringen hebben we steeds meer ons eigen broek moeten gaan ophouden en hebben we steeds meer moeten gaan bezuinigen. En wat je hebt gezien bij musea, is dat we een soort greatest hits de hele tijd zijn gaan programmeren. Ja, ja, ja. Een soort alle dertien goed. Programmeren. Nou, die blockbusters. Dus heel veel geld stoppen in succesprogramma's, ja, voor toch voor een kleiner publiek. In plaats van teruggaan naar je kernwaarden. Welke verhalen hebben we te vertellen? En hoe zorgen we ervoor dat we in die samenleving staan? En dat we verhalen vertellen waar ook ruimte voor is. Dus die heigerigheid moet er ook uit. Gaat er geld naar jullie toe? Vanuit de overheid? Nou, dat gaat bij ons en bij veel gemeentelijke musea krijgen wij gemeentesubsidie. Daarom zijn we niet omgevallen tot nu toe. We hebben ook die NOW-regeling. Maar ook wij hebben zo'n 50% aan eigen inkomsten. Die zijn natuurlijk helemaal stil komen te vallen. Maar wat je niet moet vergeten is dat de gemeentes in Nederland heel erg onder druk zijn komen te staan. Omdat er heel veel taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeentes zijn gegaan. Hè, zoals de jeugdzorg en dergelijke. Dus heel veel gemeentes staan financieel onder water. En op het moment dus dat ze het moeilijk hebben, is het eerste wat elke gemeenteraad vaak doet, cultuur, is strepen op cultuur. Terwijl dat sociale domein, ik zeg het nog maar een keer, dat begint bij cultuur. Ja, maar dat komt omdat er vaak mensen in zo'n gemeenteraad zitten die daar niks mee hebben. Heb ik het idee. Maar het gekke is, een museum, zij zijn er niet voor de musea. En nee. De musea staan in dienst van die mensen. De musea staan in dienst van de samenleving, staan in dienst van de raadsleden. Op het moment, het gaat over hun. Wij zijn dienstbaar om hun verhaal, hun identiteit vast te leggen, te duiden, mensen te verbinden. Maar goed, dat weten jij en ik, maar dat hebben ze zelf nog niet altijd in de gaten. Nee, maar ze gaan toch allemaal kijken hier. Ik denk dat ze massaal gaan kijken, inderdaad. Ja. Hey, aan iedereen stel ik de vraag die hier zit. Voor hoeveel ik heb een kraakding en ik doe zelf de techniek. Ik ben heel gewoon gebleven. Maar aan iedereen stel ik de vraag, voor hoeveel mensen zet jij hier vanavond je handtekening? Nou, we hebben 50 mensen op de loonlijst. We hebben zo'n 100 vrijwilligers, dus dat zijn er al 150. Ja. En dan reken ik niet alle bedrijven en ZZP'ers bij tentoonstellingsopbouw en ontwerp en dergelijke mee, die we elke keer inhuren. Maar dan kom je al op 200. Maar op het moment dat we het serieus, die wij dagelijks bij ons bezig zijn, zijn 150 mensen. Nou, dan ga je nu voor 150 mensen je handtekening zetten. En dan wil ik je heel erg bedanken voor je ontzettend duidelijke en gepassioneerde verhaal. Dankjewel, Richard. Nou ja, geen enkele dank. Goed, ik kom weer naar je kijken binnenkort. Oh, nou, binnenkort. Ja, als we kunnen gaan we. Dankjewel. Ja. Thank you.